Hoi iedereen, vandaag ga ik wat vertellen over nog wat extra's over de winactie en nog een speciale wijziging, wat wel belangrijk is dat jullie dat weten. En ik ga nog een vlog maken. En om te beginnen met de winactie, ik ga eventjes een herinneringsfilmpje gewoon maken. Ik zeg het nu wel elke keer wanneer het filmpje is afgelopen van andere filmpjes van Doe mee met de winactie. Maar nu nog eventjes een apart filmpje erover. Het was zo dat je tot 20 oktober de tijd had om mee te doen met de winactie. Maar daar komt een wijziging in, want ik wil graag nog wel mensen de gelegenheid geven om dus mee te doen met de winactie. Hij geldt nu nog tot heel oktober. Dat is dus 11 dagen langer en dat moet wel genoeg zijn hoor voor mensen. Dus doe mee met de winactie. Ik zeg het alweer, ja, ik weet het. Ik val een beetje in herhaling, maar je kan tot 31 oktober dus meedoen met de winactie. Om 3 NYX producten te winnen. Een lipstick in de kleur Strawberry Milk. Een lichtroze kleur. Daar zou ik al op heel veel beauty blogs is daar wat over te vinden. En het is echt een heel erg bekende lipstick geworden. Dus als jullie echt zwartjes willen zien en zo, kan je maar even kijken op Google of zoiets. Nou, dus deze lipstick. Een lipgloss in de kleur pink. Deze. Het is een roundtrip lipgloss. Nou, mooi. En een oogschaduw trio. En die is van NYX. Zo. Een spiegeltje. En 3 mooie kleurtjes. En hij is in de kleur Hippie Chick. Kleur 45. En die 3 dingen kan je dus winnen. En ze komen van de Bougie Shop. En oh ja, er waren wel veel vragen van. Het bleek blijkbaar niet echt duidelijk van hoe die winactie nou werkte. Zelf snap ik niet echt wat er nou onduidelijk is eigenlijk. Want het is helemaal niet zo moeilijk. Je stuurt een mailtje naar makeupcici@hotmail.com. Daar zet je gewoon in van ik wil meedoen. En als je nou extra kans wil maken om te winnen, dan kan je een enquête invullen. Maak je dus, even kijken, dan 2 keer zoveel kans als je alleen maar schrijft ik doe mee. En je kan een filmpje maken. Dan krijg je dus ook 6 punten. Dan krijg je, even kijken, gelijk 3 punten erbij. Even kijken, wat kan je nog meer doen? Ik schrijf anders wel eventjes de link naar mijn artikel. Schrijf ik wel eventjes hier zo onder ergens. Moet je maar even kijken van wat het nou is. Want dan kan je zien wat je nou kan doen om meer kans te maken voor de winactie. En het is echt helemaal niet veel. Je hoeft alleen maar een mailtje dus te sturen eigenlijk. Van ik doe mee. En dat is het eigenlijk van wat je moet doen voor de winactie. Ik hoop dat jullie allemaal nog meedoen. Want ja, het is gewoon heel leuk als er gewoon veel mensen meedoen aan je winactie natuurlijk. Dat ja, doe mee. Oké, en dan dat was dus eigenlijk gewoon wat ik wou zeggen van de winactie. En oh ja. Nog 1 ding. De winactie loopt dus tot 31 oktober. En dan ga ik de winnaar ga kiezen op random.nl.com of iets wat. Nou, in ieder geval op random. En dan ga ik de winnaar bekendmaken, gewoon in een filmpje of een artikel. En die komt denk ik 1, 2, 3, 4 of 5 november. Dus dat is best wel snel. En nou, dan zeg ik dus gewoon de winnaar. En dan moet die winnaar even contact met mij opnemen. En dan moet je daar gewoon je adres in zetten. En dan kan ik de spullen zo snel mogelijk naar je toe sturen. Maar als je nou na een week nog niet hebt gemeld, dan ja, dan heb je gewoon je kans, zeg maar, gemist. En dan ga ik een nieuwe winnaar trekken. Dus zorg dat je mijn YouTube en
mijn blog wel even in de gaten houdt, weet je. Want het is echt heel erg zonde als je nou blijkbaar hebt gewonnen. En je hebt je gewoon... je hebt je gewoon niet gemeld. Dat is, lijkt me gewoon echt heel erg vervelend. Maar houd dus YouTube, mijn video's en mijn blog in de gaten voor als je... Ja, even kijken. Als je de kans dan niet wil missen, soort van. Nou ja, je weet wel wat ik bedoel. Dus dat was echt de winactie. En nu dus echt verder met mijn vlog. Ik wou gewoon een paar kleine dingetjes zeggen waar... waar ik niet een heel filmpje aan wil besteden. Of een heel artikeltje. En ten eerste, ik ben vorige week voor het eerst naar de Action geweest. Ik was er nog nooit geweest. En je hoort er vaak wel heel veel dingen over. Over de color workshop of zoiets. Nou, eerlijk gezegd ben ik niet echt heel erg geïnteresseerd in de color workshop of zoiets. Want het blijkt best wel... slechte kwaliteit en zo te zijn. En dan ga ik toch liever voor niks en dat soort dingen dan voor de color workshop. Maar wat ik wel nog heel erg graag wou, was dus nepwimpers. Want die normaal bij de Kruidvat of bij de Ethos of zo zijn ze wel iets van 7 euro of zo. En dat is echt super veel, vind ik. Nou, vind ik zelf dan hoor. Maar bij de Action zijn ze dus 3 paar voor 75 cent. Dus ik zat echt van, oh, weet je hoe goedkoop? Dan mag het wel misschien slechte kwaliteit zijn. Maar 75 cent. Oh, dat is gewoon echt gewoon niks voor van dat soort van 3 paar nepwimpers. Dan is het waarschijnlijk wel gewoon dat die lijm gewoon ontzettend slecht is hoor. Maar de nepwimpers die zullen vast niet zo heel erg slecht zijn, denk ik. En die lijm kan ik gewoon toch nog wel apart kopen ergens. Maar ik pak ze even. Ze zitten hier in een laadje. Nou, ze zijn van het merk Max. Ik weet niet hoe je het uitspreekt, maar ik heb deze. Grote, dikke, volle wimpers. Deze lijken er een beetje op, maar zijn ietsjes meer... Ik weet niet hoe je het noemt, sprietiger of zo. Deze heb ik al een keertje geprobeerd. Dus ze zitten een beetje los in de verpakking. Deze zijn gewoon best wel... Ja, ik weet niet, niet vol in ieder geval. Nou, de wimpers, ja, die vind ik gewoon wel goed eigenlijk. Maar de lijm is gewoon, ja, gewoon echt bagger. Bij deze was het zo dat die lijm, die probeerde ik dus eruit te knijpen. Maar bleek dus dat die al helemaal was verdroogd. Dus er kwam echt gewoon niks uit. En alleen maar een heel klein soort van deegachtig spul, wat gewoon echt geen lijm kon zijn. Het was ook heel korrelig en, nou ja, dat... De lijm is dus gewoon echt gewoon heel slecht. Dus ik heb gewoon een andere lijm gebruikt. Die ik gewoon heb gekocht bij de Kruidvat. En die was gewoon wel oké. Dus ik ben er over het algemeen best wel blij mee. En ik heb ook gewoon... Oh ja, ik heb nog net nagels gekocht. Nou, deze. Nou, het patroontje is echt gewoon super lelijk. Maar daar ga je gewoon overheen met... Wow, ik ben echt een beetje... Bleh. Maar daar ga ik gewoon overheen met nagellak. En dat heb ik ook al aangedaan. In volgens mij mijn vorige filmpje zag je dat. Van die blauwe smurfen kleurachtige nagels had ik toen. Nou, dat zijn dus neppertjes. En deze waren volgens mij 60 cent. En dat is heel weinig. Want bij de Kruidvat of bij de Ethos of bij zo'n winkel zijn ze echt gewoon... Heel duur. En ik heb deze lijm ook getest. Nou, deze lijm is nog best wel goed eigenlijk. Hij is beter dan die van de Kruidvat. Vind ik zelf dan. Want ik heb namelijk deze ook. En deze komen van de Kruidvat. Met die lijm. Maar die lijm vind ik dus minder goed dan die dus van de Action. En die van de Kruidvat die was duur. En die van de Action was minder duur. Dus die van de Action zijn dus beter. Dus wow. Dus ik ben er heel blij mee. En ze blijven ongeveer 4 dagen zitten. Denk ik. Hangt er vanaf hoeveel dingen je doet. Met je handen. En je vingers. En dat soort dingen. Nou ja. Dat was eigenlijk dat van de Action. En voor de rest ook nog de sieraden gekocht. En allerlei dingetjes. En een heel schattig toilettasje.
En deze was volgens mij €1,30 of zo. 1,30. Hoe je het ook wil zeggen. Oh, wacht. Hier zit het prijsje aan. Hij was 1,45. Nou, ook lekker weinig. En nou, dat was dus de Action. En oh ja, ik heb gisteren een artikeltje gemaakt op een site. En dat was, even kijken, Ask Me Anything, Ask Me Everything, Ik weet niet meer hoe die heet. Ik ben echt, ik weet niet wat het is. Het zal wel komen omdat het bijna vakantie is of zo. Dat ik helemaal moe ben en mijn hoofd echt vol zaagsel zit of zoiets. Nou ja, echt. Nou ja, sorry. Echt sorry daarvoor. Voor al mijn versprekingen en al mijn domme gedoe in dit filmpje. Maar, over dat artikel. Dat is dus... daar klinkt me gewoon leuk om het een keertje te doen. En ik wou het eigenlijk ook al heel lang. En daar kan je me gewoon echt alles, alles vragen. Dus je kan daar vragen over dingen over mij. Gewoon persoonlijke vragen. Dat kan echt alles zijn. Echt gewoon alles wat je gewoon kan bedenken van... Nou, ik gaf als voorbeeld in mijn artikeltje van hoeveel moedervlekken kan ik tellen over mijn hele lichaam. Nou, zo gek kan de vraag zijn. Of gewoon van die best wel normale vragen zoals van welke kleur hou je? Wat is je favoriete product? Of, nou ja, gewoon echt alles kan je vragen. Je kan ook gewoon vragen over make-up hebben. Als je gewoon iets niet weet of ergens gewoon iets over wil weten... even kijken, daar kan je dus wat over vragen. Je kan ook dingen vragen gewoon waar jij mee zit bijvoorbeeld. Gewoon persoonlijke vragen van... ik weet niet echt, ik kan daar niet echt voorbeeld van geven hoor. Maar zeg je hebt bijvoorbeeld problemen met vrienden, familie of weet ik veel iets. Je hebt ergens problemen mee. Kan je daar dat ook vragen. En als je... dus anoniem iets wil vragen, dan kan je dus naar het artikeltje gaan op mijn site. Want daar kan je de stand dus op anoniem zetten. En dan weet niemand dus wie je bent. En is je identiteit verborgen. Dus dan kan je gerust vragen. En wat kan je nog meer vragen? Gewoon echt alles kan je vragen. Je kan ook gewoon request gewoon vragen of ik een keertje iets wil laten zien. Of een filmpje over wil maken of... Vraag gewoon of jij er... Ga gewoon... Zet gewoon een vraag neer van iets wat jij gewoon wil weten of benieuwd naar bent of zoiets. Lijkt me gewoon heel leuk. En ik heb er wel, genoeg nodig, want ik ga niet een heel filmpje vol praten over maar één vraag. Tenzij het echt een heel erg boeiende vraag is hoor, om een heel filmpje erover te praten. Maar dus ik hoop dat jullie wat vragen neerzetten. Dan kan ik er een filmpje over maken, want dat lijkt me echt super leuk. En volgens mij was dat mijn vlog, denk ik. Nou ja, volgens mij was dat mijn vlog. Bijna vakantie. Yes, er komen natuurlijk meerdere artikeltjes en filmpjes. En ik heb er heel erg veel zin in. En ik verwacht nog iets heel leuks van de Bougie Shop. Ik krijg het Naturel... Neutral palette in ieder geval. De matte versie. En die wou ik echt al super lang. En ik verheug me er echt op om hem te krijgen. Want de laatste tijd zit ik iets meer met een beetje neutrale kleurtjes en zo. Nou, en nu heb ik iets van grijze oogschaduw of zoiets. Op gewoon echt gewoon een beetje een kwak zo op mijn hoofd gesmeerd. Op mijn oogleden. Gewoon, het is ochtends en dan heb ik geen zin om echt iets... moois ervan te maken. Dus dan doe ik gewoon iets heel simpels. Maar die neutrale kleurtjes, die heb ik nog niet echt heel erg veel mooie van eigenlijk. Dus ik heb heel veel zin om die te krijgen. En natuurlijk komt daar weer een artikeltje over. En looks en tutorials en allerlei dingen in ieder geval. Dus hou het allemaal in de gaten. Ook voor de winactie. Hieronder komen alle linken te staan van
het artikeltje van de winactie, het artikeltje van de Ask Me Any Everything, Anything, bla bla bla. En gewoon mijn Twitter en mijn website gewoon in het algemeen. Sorry voor dit ontzettend saaie en ontzettend onboeiende filmpje, maar bedankt voor het kijken. Doei!